Memphis, heb jij dit hier gedaan? Super ijsbeer. Hij is helemaal niet zo gezien. Dit is echt zo lekker. Schat, ik ben zo trots op je. Dan denk ik, had ik eigenlijk wel gewoon iets eerder mee moeten beginnen. Want hij doet het hartstikke goed. That's it. Ik vreet en ik praat. Wat is het dan toch, meetje, dat je zo helpt? I was hanging with you and then I realized I didn't think it was true. I was surprised when I found out I'd fallen for you. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is vandaag dinsdag, het is nog vet vroeg. Ik ben net wakker. Ik ga nu eten maken voor de jongens. En had ik van die kleine dingetjes gekocht met 75 gram groente per flesje. En die ga ik nu innemen. En dan ga ik even eten maken voor de jongens. Zenuw uitlaten en mezelf aankleden. Want het vettige gezicht hier. Maar ja, ik ben net wakker. Zo. Give me a break. Zo, ik ben ondertussen aangekleed en al. Het is nu bijna 2 uur. Ik heb mijn Instagram foto's gemaakt. Ik heb mijn video geüpload. Ik heb echt alles gedaan wat ik moest doen. Dus ik ga nu denk ik eventjes voor mezelf tijd inplannen. Ik heb alleen zometeen op school een gesprekje voor Memphis. Hoe het op school gaat en zo met zijn juffrouw. Dus daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. En ik vind het ook wel spannend. Juffrouw, ze hebben toch altijd een heel ander kijk op je kind dan dat je dat zelf hebt. Dus ik ben echt benieuwd wat ze echt gaat zeggen. Ik bedenk me net dat ik nog de was boven moet doen. En laat ik dat maar eerst doen, want de was schiet er altijd bij mij in. Jullie weten hoeveel was ik altijd heb. Dit keer valt het mee, want ik heb echt heel veel gedaan. Het enige wat ik moet vouwen, nou dat is heel weinig voor mij doen hoor. Normaal hangt die echt hier ergens of zo, weet je. Maar dit keer niet, die ga ik eruit halen. Ik ben zo freaking verbaasd dat ik gewoon zo snel klaar ben. Ik ben gewoon snel klaar. Ja, echt. Ik doe dit soort dingen altijd gewoon in de droge pyjama's en zo. Ik heb ook nooit zin om het helemaal op te hangen. Kijk, en ik heb ook een shitload aan voetbalspullen. Dat willen jullie echt niet weten gewoon. Echt? Iedereen voetbalt hier, dus ik heb eigenlijk alleen maar voetbalkleren iedere keer in de was. En die mogen natuurlijk ook dan weer niet in het drogen, dus heb ik dat probleem weer, weet je. Ik zit ook weer niet op. Dus dan moet ik alsnog heel veel dingen ophangen. Wat ik niet leuk vind. Maar ja, ik ben weer lekker aan het klagen. I'm lekker bezig. Maar ja, dit is niet zoveel. Hij was zo goed bezig met niet in zijn bed plassen. Ze dacht echt van, wow, dit is echt zeldzaam. Ik had het niet moeten zeggen. Want hij heeft nu al 2 dagen in zijn bed geplast. En iedere keer om 6 uur in de ochtend zit ik zijn bed te wassen. Wanneer je gewoon eigenlijk nog wil slapen. Anyhow, dat is dus nu zijn fase dat hij dus iedere keer in bed pikt. Dus nog extra veel werk met wassen en zo. Ik ga nu de handdoeken erin doen. Want die moeten ook gedaan worden. Memphis had laatst ook over mijn matje heen geplast. Mijn matje in de badkamer. Dus die ga ik nu wassen. A few moments later. Grapje. Ik moest nog alle was van de rek eraf halen. En dat heb ik er nu op gedaan. Dus hij is nog heel erg hoog. Hier, pak dan. Ja, die moeten we hebben. Doe hem aan de man in de kar. Goed zo. Kijk, hij is een Annie. Annie. Kom maar. Kom mama. Ja, we hebben alles. Appeltjes en tandpasta. En ik heb deze weer gehaald, maar dit zijn weer andere. Maar hier zit kurkuma in. Antioxidant. Lijkt wel een medicijnflesje. Ik ben benieuwd hoe het smaakt. And a half hours later. Close your eyes and make a wish. Dit is mijn nieuwe scripting boekje. Ik had eerst die roze, maar die is al vol. Dus heb ik hem bij de HEMA gehaald. En ook meteen van die kleurstiften. Vind ik toch gezelliger schrijven. Hele goedemorgen. Het is vandaag, even denken, woensdag. Het is woensdag alweer. Ik ga nu weer even boodschappen doen. Like again. I know. De jongens zijn lekker naar school. Oh, het is zo koud, hè. Echt niet normaal. Ik vind het dit keer. Het is 4,5 graden, maar ik heb het gevoel dat het echt min 10 is of zo. Ik weet niet. Het voelt gewoon niet echt lekker op. Zo. Anyhow, ik ga dus even snel boodschappen doen. Ik moet alleen voor vanavond boodschappen doen, want voor de rest van de week heb ik net online besteld. Dus even.
Even een rustmomentje voor dat hoor. Like I know. Anyways, ik moet nog wel de was doen, want dat is echt heel veel. Ik heb echt heel veel was dit keer. En ik heb er gewoon geen zin in. Ik haat vouwen. Het wassen op zich vind ik geen probleem. Maar het vouwen vind ik echt super erg. Maar ja, hoort er ook bij. Ik denk dat ik voor deze dopertjes ga. Die jonge veldertjes. Of deze. Zachte tuinbonen. Die lijken me vrij groot. Yes. Dan heb ik weer alles. Daar ben ik weer. Hallo. Hallo. Wat doe je? Dit ga ik nu doen. Ik moet het wel doen. 2 hours later. Schat, ik ben zo trots op je. Je zei 1 theelepel is ongeveer 15 gram, hè? Ja. 100 gram olie in tonijn. Oh ja, dat boerenvolkorenbrood van mij gehad. Ja. Doe je dat ook met drinkers in je, je hoort het toch? Nee, dat zeg ik helemaal niet. Nee. Het enige van mij, oh nee, even goed. Moet kijken. Dat klinkt veel draag, ja man. Eternity later. Done! Oké, zoek 1 keer de verschillen. Dit is van Memphis. Dit is van mij. Dit is van Nick. En dit is van Alessio. En kijk mijn zielig hoopje. Ja, maar jij bent ook een zielig hoopje. Fuck jou. Of jij gebruikt gewoon te veel kleren. Iedere dag nieuwe kleren. Het zijn ook sportkleren. Ja, oké. Ik moet ook vaak sporten. Ja, dat doe jij niet. Ha. Zo fucking grappig. 6.5 hours later. Oké, ik ga slapen. Peace out, bitches. Oh ja, de doek is stylish, hè? Ik heb mijn haar in de olie gedaan. Anyways, daar gaan we het niet over hebben. Awesome, fucking meatballs. Dus, ik ga nu pitten. Nu echt, want ik raad alweer door. Daar. Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag donderdag. Donderdag. Donderdag, ja. En wij gaan nu lekker naar schooltje toe. Durf je jas aan, schat? Mag ik ook voetbaljas aan doen? Hoezo? Want ik ga voetballen vandaag. Maar het is koud. Nee, doe maar die jas. Okay. Het is koud. Kom. 12 seconds later. Wat is het koud, oh my god. Wat zeg je? Kom maar. Doe mij de boek open dan. Zo, ik ben weer thuis, halleluja. Ik ga nu even wat eten. Want ik had vanochtend nog niks gegeten, ik had de jongens eten gegeven. En ja, ik kwam niet aan mezelf toe. Ik was vanochtend echt te laat wakker geworden. Maar ik was zo freaking moe, jongen. Ik hoorde mensen wel schreeuwen, maar ik had echt geen zin. En op dat moment denk ik echt van, oh, why? Why? Terwijl ik nog eigenlijk helemaal niks heb gedaan. En als ik dan zo zit en het is heel stil in huis, dan kan ik daar zo freaking van genieten. Oh my god, mijn brood is nog echt keihard. Kan ik nog niet eten? Ik haat dat. Knijtertje hard. Oké, als mijn avocado nu niet rijp is, ik zweer het je, dan ren ik een rondje. Nou... het gaat. Nee, hij is gewoon te hard. They ask you how you are, and you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Shitty, shitty, shitty. Lol. 12 seconds later. Oké, dit is hem geworden. Want ik had dus niet genoeg avocado. Nu heb ik spijt dat ik geen havermout gewoon had gemaakt. Maar ja, keuzes hè. Haat ik ook. En voilà. Klein, inie mini beetje. Zo,
Ik heb dus net sushi besteld voor mijn sushi mukbang die ik zo meteen ga opnemen. Die ik ga opnemen. Ik heb mijn haar even een beetje puffy gedaan. We shall see hoe het gaat. That's it. Ik vreet en ik praat. Ik laat het gewoon random op me afkomen. Oh, sushi gaat er wel lekker in. Dus zometeen sushi eten en vanavond gewoon yoghurt eten of zo. Met noten of whatever. Oh, ik heb trouwens dit aan. Met zo'n riempje. Ik weet niet of ik dit nog zo haal. Want ik weet niet of ik het leuk vind. Maar je ziet eigenlijk toch maar tot hier van mijn hoofd. Dus wat ik hieronder aan heb. Who cares? Yes, yes. Het is binnen. Hey, hallo, het is vandaag vrijdag, dus dat betekent weekend. We hebben net pap gegeten, Memf zit echt in een mega bui vandaag. Ik weet niet wat er met hem is, maar hij huilt echt om alles. Janken gewoon. Ik weet het niet, ik word er een beetje koekoek van. Limonade? Ja, jij mag limonade, ik ga pakken. Kom eens hier. Wat is het dan toch met je dat je zo huilt? Je kan toch praten? Je hoeft toch niet te huilen? Nee. Is het weer klaar? Ga lekker Wreck-It Ralph kijken, ja? Nee, Wreck-It Ralph is niet. Oh, is er pauze? Nee. Wat is er dan? Wreck-It Ralph komt zo. Komt hij zo? Ja. Kom, ga een papje eten. Kom, snel. Snel papje eten. Oh, lekker. Oh. Dat is lekker. Wat is er nou? Heb je pijn? Waar heb je pijn? Nee, in mijn oog. Oké, mama een kusje geven. Over. Over? Ja. 12 seconds later. Dat helpt altijd wel heel goed. Maar nu ben ik wel buiten adem. 6.5 hours later. Memphis, wij gaan slapen. Ja. Want Alessio en mama, die gaan... slapen. Oh ja, ook slapen, hè? Ook slapen. Oké. Okay. Ja. Dit is gezien of hij heeft me niet gezien. Maar ik denk dat de vlinder een dik super ijsbeer. Hij heeft me niet gezien. Meteen. En glijden en ik had een mooi. Wow, wat een spannend verhaal. Oh, moeten we kijken? Dat is hier. Ja. Wat mooi. Ja, ja, zo doen we. Oh, shh. Mag ik niet hoesten? Moet je niet hoesten? Drie ezels. 1, 2. Zo, wij hebben vanavond quality time voor ons. Saampjes. Ja! Lesje gaat nu lekker eten. En dan gaan we lekker filmpje kijken. Welke film gaan we kijken? Ik ga nu kijken. Dit is Lesjes eten. Ik heb een hutspotje met vegetarische gehaktballetjes. Ik heb nog allemaal lekkere toppings die daarop gaan. Ik zal het even laten zien, want ik moet ze toch eruit halen. Heb je al een film uitgekozen? Dus die zilveruitjes die gaan erop. Maar het zijn van die Amsterdamse zilveruitjes. Kan niet aan je onderbroek is, hoe heet het? Is wat? Is een serie. Oh, maar je kan ook op Videoland kijken en dan betalen we gewoon eentje. Okay. En wat hadden we nou nog meer? Oh ja, Piklili. Piklili. Zo, een hele goede morgen. Oh ja. Hij is gevallen. Het is vandaag zaterdag en Alessio. Ja. En Alessio en Nick die zijn gaan voetballen. Papa. Ja, papa. Die zijn ook de hele dag weg. Alessio komt om 5 uur thuis en Nick gaat daarna nog door naar de stad. Dus die is de hele dag gewoon gone with the wind. Dus vandaag zijn wij gezellig samen. Ik zit nu ook nog in mijn pyjama. Gewoon, ik doe gewoon lekker rustig aan, lekker chill. We gaan zo meteen samen nog een spelletje spelen. En we zien het allemaal wel hoe het schip strandt. Niet in je neus. Dus ja.
Dat zien we dus wel. In ieder geval is Memphis al aangekleed. Iedereen is eigenlijk al aangekleed, behalve ik. Ik ben de enige die nog in zijn pyjama zit. Het was nog hartstikke donker buiten, dus ik was weer af en toe een beetje in slaap gevallen. Dus vandaar dat ik nog in mijn pyjama zit. En hij niet, want hij wil daarna aankleden meteen. En aangezien hij zichzelf de hele tijd wil aankleden. Zodra meneer wakker is, gaat meneer aankleden, hè? Keer. Dit is echt zo lekker. Een cracker met hummus en dan van die kleine augurkjes erbovenop. Echt super lekker. Oh, peper moet er nog op, wacht. Few inches later. Nu heb ik er peper op gedaan. Dit is echt de shit. Het is mijn nieuwe craving. Ik heb iedere keer een nieuwe craving. Overgestapt naar een nieuwe hummus. Deze is het. Memphis, heb jij dit hier gedaan? Ja. Ja. Mag dat? Ja. Nee. Kijk, hij gaat weg. Ja, en hij praat er gewoon heel leuk overheen ook. Zo leuk dit, zo leuk. Echt zo, zo awesome. Goed zo, Memphis. Dat doe je goed. Zelf broodjes smeren, hè? 6.5 hours later. En hij heeft heel lang zelf boven gespeeld, dus dat ik hem alleen niet beneden. Daar is hij nu oud genoeg voor. Hij heeft zelf broodje gesmeerd. En dan denk ik, had ik eigenlijk wel gewoon iets eerder mee moeten beginnen, want hij doet het hartstikke goed. Ik heb altijd een beetje dat ik alles zelf in handen wil houden en denk, nee, ik moet ze loslaten en dan zelf ook een beetje laten ontdekken. Maar ja, hij doet het nu in ieder geval goed. Dit hier. Dit is mijn zondag, you guys. Fucking chilling it out. Bitches. Mijn stem is weer voor de 1000ste keer weg. Ugh. Annoying. Ik ben RTL 5 aan het kijken. Lekker slim. Ik hou van die twee blonde teenies. Ze zijn hilarisch. Ik zweer het, ik vind ze heel leuk. Tafel. Dus ja, meer kan ik niet zeggen, toch? Zo, dit was weer het einde van mijn weekvlog. Vond je het een leuke weekvlog? Vergeet dan niet te abonneren. Dat doe je door daar of daar te klikken. In ieder geval op mijn hoofd. En dan ben je geabonneerd. Ja, en ik zie jullie vrijdag bij een nieuwe video. Vergeet geen dikke vette duim omhoog te geven. Doei, Kona! Doei!